Goedenavond. Vanavond aan de andere kant van het oefencentrum. We hebben vandaag de woning tot onze beschikking. We hebben al twee inzetten gedraaid. Inzetten vooral gefocust op veilige inzet doen voor de dode brandweer. Ja, ik ben net mee naar binnen geweest. Daar hebben ze een backdraft gekregen. Dus er komt de zuurstof, de deur was dicht, er komt de zuurstof bij. Waardoor de mengverhouding in de ruimte weer goed wordt en dus een ontbranding ontstaat. En ze hebben het tweede scenario, was hier beneden, auto in de brand. En daar heb ik ook wat beelden van gemaakt. Waarbij ze van buiten achter me zitten en daarna doorgevaart zijn met de binnenin. Ze zijn hier dus aan het zorgen dat de waterwinning, dus dat ze water krijgen op de brand. In het voertuig zit 500 liter water. Dus daar kunnen ze een tijdje mee voort, maar ze moeten ook vanaf de brandkraan opbouwen. En dat zijn ze nu allemaal aan het doen voordat ze verder gaan met brandbestrijding. Nu water op de stralen en gaan dus de vlammen eraf slaan voordat ze verder naar binnen kunnen. Je ziet dat de vlammen er af en toe even afgaan door het water. Maar omdat er dan weer vuur voorbij komt en de temperatuur nog hoog genoeg is in de ruimte, gaat hij weer aan. Vanavond is totaal 3 inzetten gedraaid. We hebben de laatste inzetten in de ook nabesproken. Volgende week zijn we in Monnikendam. Gaan we met Dollhouses aan de slag. Gaan we jullie volgende week over bijpraten. Dus we zien jullie volgende week weer in Monnikendam. Tot volgende week. Tot volgende week.